Hey kijkers van NBA Game, vandaag een nieuwe episode van Infamous Second Son en deze wordt iets korter. De vorige was iets te lang geworden. Maar kijk even, we moeten even om ons heen kijken. Wow, oké, zoals jullie weten, we zijn op weg naar de Rode Beach. Augustine heet het volgens mij. Nelson, I got the aid workers across the DUP. Clearing the bridge. Coming back for you, so. Reggie, you there? What's going on? Hello? Uh-oh. There is iets aan de hand. Spannend. Hey! You guys need any help? Oh shit. A bioterrorist. Hey! It's one of those. Nou, zeg. Whoa! No! Wat? Oké. Het ging wel dwars door me heen. Ja, dat. This fast healing stuff is gonna come in real handy. Yep. Wow, dat was zo cool. Bam, bam, bam. Chill. Zijn er meer? Hey, look, man, I just want to get through the tunnel. Oh, ik vind het zo gaaf. Oh, ik ga ook echt gewoon richting ze. Waar is hij? Ja, dit is oké, daar gaan we. It's mine now. Oké, laten we eens kijken. Kijken of we tenminste iemand raak kunnen schieten. Ah, dat is moeilijker dan je denkt. Ja, dat lukt wel. Oké, even wat smoke nemen. Boom, kom op, ik wil jou even volop raken. Nou, het is best moeilijk hoor. Oké, yes. Oh. Okay, I give up, okay? Still hurt. Tuurlijk, nu wel. Oké, de looter, dat is de dief, die wil zich overgeven. Nou, we kunnen we kunnen hem doden en dan worden we evil, maar nee. See? We're not all monsters. Spread the word. Oké, nu hebben we weer. Ja, spread the word, zou ik zeggen, ja. We zijn niet allemaal monsters. Deze episode wordt ongeveer 30 minuten in plaats van 45, sorry daarvoor. Wow. Reggie? Oh man, answer me! Oh my god. Wow. Was a bridge? Ja, dat was het wel. Wow. Heeft Augustine dat gedaan? Oh, natuurlijk. Dat was door de achtervolging. De hele achtervolging was er, zeg maar. En dit is het gewoon het gevolg. Wauw. Dat is best wel erg. Even mijn microfoon goed doen. I'm coming, Reg. Oh, dit is zo cool. Hey. Oh, cool. Core relay, work your magic. Haha, nice. Oh, we krijgen een nieuwe. Oh, wow, vet gaaf. We krijgen een nieuwe ability. Oké, jump. Okay, Cosmos. Oh, dat is zo cool. Oké, we kunnen op cars van. Dan nemen we de rook in ons. Dat klinkt heel slecht. Oh, dat is cool. Oh, dat klonk niet goed. Maar dus. Oké, easy. Wow, alles verzakt hier. De hele brug gaat echt helemaal kapot. Oké, dus we moeten gewoon hier opstaan en zo. Oké, dat is wel echt heel cool. Wow. Ja, even voor de zekerheid. Wauw, dit is mooi. Daar is de stad al. Voor de kijkers, ik weet niet zeker wanneer deze video online gaat, maar maandag 13 oktober zoiets ga ik GTA 5 pre-orderen voor de PS4. Dus ja, ik ben blij. Yes.
Oké, dus we kunnen... Oh, nice. Wat gaaf. Oké, dus we kunnen nu gewoon zo. Oh, dat is zo cool. Mijn ringtoon. Really not a good time, Betty. Okay. You just be careful. And have fun. Bye. Oh, dat is geniaal. Oh, ik krijg het een beetje. Ik krijg het een beetje onder de knie. En ik moet die auto. Wow, het groeit ook gewoon nog. Hoe kan dat? Zeg maar, ze is niet eens, maar het komt wel uit de grond. Dat is zo erg. Dus wacht. Smoke dash, dan hoeven we. Gaan we doen. Wow, zo kan je best wel grote afstand afleggen. Oh nee, en toen viel ik. Oh nee, ik ben niet gevallen. Oké. Oké, dit is wel echt heel vet. Oké. Wow, snel! Ik hoop dat het net op tijd was. Oh, we zijn er bijna. Uh-oh. Voordat die auto's allemaal weggaan. Dus, kom op. Trouwens, voor de kijkers die het misschien leuk vinden. Yep, ik heb The Last of Us Remastered al binnen. Gaan we zeker doen. Die heb ik van een vriend ook gekregen. Maar die video komt later als het goed is. Oh nee! Uh-oh. Zat hij daarin? Oh, daar is Reggie! Wow! Oh, nee, nee. Oké, snel, snel, snel. Oh, wow, hij was tenminste gelukkig niet in de bus. Is dat een pitching army, huh? Delson! Hij heeft wel humor. Ik vind hem echt, echt geniaal grappig. Het is zo leuk. Thanks for the hand. Check it out. Ja, dat heeft zij gedaan. Seem to be getting the hang of your new symptoms, right? And of course, the only downside being that Hey. Nope. Freaking awesome. Really? No downside? How about those heavily armed guys over there now want to hurt you real bad? Oh, the DOP. Spannend. Now look, for all we know, we may be able to pass you through their security, you know, because you're not a normal viral terrorist. So. Normal? No, no, if you mean by normal, you know, the sheep that they try to line up so that they can probe them. No, Reggie, I'm not normal. And did you see what I did on that bridge? We can take these Look, guys. Let's just see if we can sneak through their checkpoints first, all right? We kunnen het proberen. It'll make getting around the city a lot easier. Ja, dat is wel waar. Dus dat okay, kunnen we wel fine, proberen. Fine. Do it your way. That's subtle. Trouwens, sorry, ik kon de taal niet veranderen. Het spijt me wel daarvoor. Hey, they used to call me Mr. Cool. No one has ever once called you that. Ever. Are you worried about this? Waar moeten we heen? These DUP guys may not have the same level of power that you, that natural bioterrorists have. The government infused them all with enough to still do some serious damage. Well, you have just officially ruined my Seattle vacation. Ik vind het echt geniaal. Ik kon de taal niet veranderen. Er is ook geen Nederlandse ondertiteling. Dat is een minpuntje, pluspuntje. Het is goed voor jullie Engels. ja. Dus jammer genoeg kan ik dat niet doen. Maar geloof me, het is echt zo beter. Oh, they've kept busy. Once we're through, I'll check with a couple of my colleagues. Wat gebeurt daar? Meantime, wacht, zat ik? Ja, oké. Might spook him if I show up with a bioterrorist. Okay, boss man. Zou ik er door kunnen? Kan ik er door? This is a registered firearm. Oh. Is die nog steeds open? Oh nee, wacht, wacht. Reggie, kom op.
Hallo? Ik zou er graag bij willen staan. Oh, top. Ik kan. Oké. Oh, cool. Oh, mijn line. Mijn touchpad. Oh, mijn hele controller trilt. Het is zo. Hoe weten ze dat? Best 2 out of 3. Delta, run! Hell with that! Nee, we gaan Reggie helpen. Delta, stay behind cover! Don't tell me how to fight! Oh cool, ik kan ze. Reg, up on the towers! I see him! Zeg maar, ik moet nog even oefenen met schieten, dus. Remember! Chill. Even meteen te veel. Ja, lekker. Dat ging goed. Kom op, kom op, kom op. Ja. Oh, oké, oké. We moeten even... even smoke drainen. Oké. Ja. Oh, best wel... Oh, oké. Wow, er zijn ook bioterrorists hierbij. Nelson, we got separated. Are you okay? Me? I'm fine. Ik ben helemaal goed. Just like you said, laying low. Keep laying low. Oh, ik help hem. Cool. Dit is volgens mij best wel goed voor mijn karma, dus daar houden we bij. Oké, waar moet ik heen? Defeat the DOP. Oh, daar is er nog eentje. Oh, free run. Hij rent gewoon tegen de wal aan. Oh, dat was zo cool. Even kijken. Oh. Sorry. Oeps. Oké, oh, er zit een sterretje. Cool. Oké, daar gaan we heen. Oh, dat is cool. You're supposed to be protecting them from me. We gaan ze verslaan. Oh nee! Oké dan, we gaan weer verder. En dit keer goed. Sorry daarvoor. We moeten defeat the DOP forces. En het is best wel moeilijk, geloof me. Maar ik doe mijn best. Ja, hij is ook zo iemand. Wow. Alright, I've got you on my GPS. Not far from one of their mobile command centers. You can shut that down. It'll limit their ability to track your movements. Kijk of ik deze nu kan halen. Top, nu hebben we meteen heel veel mensen verslaan. Oké, top. Ik denk dat dit nu wel lukt. Ik wist net niet wat ik moest doen. Sorry daarvoor. Oké, ik moet weer smoke hebben. En wel heel snel. Laat ik even mijn abilities goed gebruiken, zo. Waar moet ik precies heen? Ik moet het eerste DOP moet ik verslaan en daarna moet ik naar het sterretje, denk ik. En ik moet rook hebben. Heel snel, dan kan ik weer die grotere aanval doen. Oké, daar. Is daar rook? Waar is rook? Oef, ik heb wel rook nodig, zo. Oh, nee, ik spaar je. Ik spaar nu iedereen, dat probeer ik tenminste. Wow, waar was dat? Wow. Oké, even kijken. Wat? Ze sluiten daar gewoon mensen op, dat is zo erg. Kom op, kom op. Waarom sluiten ze daar mensen op? Dat is zo zinloos. Oké, wacht. Remember, locate the mobile command center and destroy it. Hey. Man, that feels good. Oh. Smoke. Ik heb smoke nodig. Even kijken. Is dat...
Ja, ik denk het wel. Nee. Er moet hier ergens wel iets van smoke. Daar zo, precies wat ik wou. Wacht. Ja, precies wat ik wou. Oké, lekker. Dat voelt goed. Ik ben best wel blij. We hebben eindelijk een weekje vakantie. En maandag begint de Walking Dead serie weer. Dat is een serie die ik met mijn broertje had te kijken. En daar kijk ik wel echt naar uit. Dat wordt wel leuk. Find the main power core. It should be on top. Wacht. Oh, kom hier jij. Oké, dat gaat wel wat sneller. Dit bedoelt hij. Oké, dan. Oh, ik moet op mijn touchpad. Oh, nee. Op mijn touchpad moet ik naar boven drukken. En dan R2. Oké. Kom op. Woe. Heel erg vet. Ik dacht dat het iets moeilijker werd om de DOP hier te slaan, maar het gaat wel lukken. Ja, super. Oh. You must be back up. Wow. I think I prefer the smaller guys. They are really stepping up their game. Definitely prefer the smaller guys. Kan ik die bus ook? Oh nee, wow. Oké, even uitkijken. Ik wil eerst jou verslaan. Wow, hij is wel echt heel sterk. Wow, oké, hoe ga ik hem verslaan? Ik zou zeggen eerst die andere even. Of niet, of we pakken even wat rook. Wacht. Moet ik nu niet vluchten eigenlijk? Of? Nee. Oh, dat geluid, dat is niet leuk. Oh, wow. Dat was close trouwens. Ik wil even rook pakken. Oké, dan we hebben hem eindelijk. Het duurde langer dan gedacht en het was best wel moeilijk. Ja. Maar we hebben een paar upgrades gedaan. Eentje maar, eigenlijk. Maar het was wel moeilijk. Het kon niet zonder eerst iedereen uit te schakelen, dus het was wel moeilijk. Dat moet ik wel toegeven. Oh, nee. Oh kijk, allemaal dingen, die kunnen we gebruiken. Mooi. Oké dan, we gaan weer verder. Het is een beetje nu knip en plakken, want ik was een paar keer dood gegaan. Moet ik even kijken hoe dat gaat en hoe lang deze episode wordt. Maar we hebben een paar upgrades te doen nu. En die gaan we even bekijken. En ik vind de smoke dash vind ik echt heel cool. Dus die gaan we even bekijken. Die wil ik... Oh nee, daar hebben we drie voor nodig. Maar misschien kunnen we hier iets doen. Vintage? Nee. Even, ik moet even kijken. Smoke shot, die is wel vet. Nee, ik spaar toch nog even door. Maar misschien hoorde ik er nog één hier. Zo'n quad drone. Nee, oké. Even kijken wat die lichtgevende bollen daar zijn. Hé, ja, jawel. Oké, cool. Mooi. That's you, big fella. Nou, oké, dan gaan we het proberen. Oh.
No time to check, man. I got dupes coming at me from every direction. Get the hell out of there. Yeah, great advice. Ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Ik denk dat hij dood is. Oh, hey, kijk eens aan. Cool. Ik denk dat hij dood is. En dat het dan niet kan. Dus, ik snap waarom hij het natuurlijk dood heeft gemaakt, maar ja. Smoke Dash. Kunnen we die upgraden? Wacht, kan het wel eigenlijk? Ik weet niet. Deze wil ik sowieso upgraden. Wat? Oh nee, tuurlijk. Je hebt er een hoger karma level voor nodig. Nou, dan gaan we deze upgraden. En welke kunnen we nog meer doen? Nee, dat was het eigenlijk al. Nou, we hebben al tenminste een paar andere shards. En nu wil ik. Well, apparently they've got them set up all over town. Seattle PD's been keeping an eye on them since the DUP won't tell them what they do. But you can find out where they all are. Sure. Like I said. Good. I need you to send the locations to my phone. What? So you can keep tapping them for more powers? Yeah. No, forget it. Wow. My own brother wants me to fight the ultra mega bioterrorist of all time with less powers. Look, I didn't say that. Guess I shouldn't put it off then. Better go straight on to Augustine now and get it over with. Not sure what's gonna happen. Alright, I get it. Stay away from Augustine and I'll send you the ones I know of. Cool. Okay, search for core relays to gain new smoke power. Okay, gaan we doen. We gaan deze drie even pakken. I'm sure a closet can hold a conduit for long, but I appreciate your wanting to lock me up. Oh, nee. Oh, verkeerde kant. Oké, we gaan even naar die sterretjes toe. Naar de opdrachten. Kan ik? Boom. Sorry, auto. Oké, we gaan even naar die sterretjes toe en dan gaan we nieuwe powers krijgen. Zou dat coole powers zijn? Ik hoop het wel. Ik denk het wel. Sowieso. Ik zoek even die dingen, die zocht ik. Daar kan ik makkelijk en sneller heen. Maar het spel is wel zo vet. Alleen, ja, een beetje verbaasd over hoe moeilijk dat gevecht was. Dat was wel echt heel moeilijk. All the people are walking hunched over and nervous looking. Yeah, well, that's how martial law works. Control the city and the people by breaking them both down first. Yeah, well. Oh, wow, dat is niet zo goed. You may want to keep that to yourself for now. Uh-oh. Laten we deze even snel verslaan. Oh nee. Oké, snel. Kom op. Oh, ik moet hier weg eigenlijk. Oké, ja, ik moet hier weg. Oké, nee. Oké. Ik moet eigenlijk even vluchten. Kom op. Ja, goed zo, eindelijk. Oké, kan ik mijn health verbeteren? Oh nee, dat is een conduit. Maar dan iemand die voor het leger werkt, dat is best gewoon raar, toch? Ja, dat hoort niet. Oké, dan. Ik wil sowieso wel een van die generatoren pakken. Oh wow, dit zijn dieven. Daarom gingen ze doen. Waar is die andere man? Daar. Oké, snel. Kom op. Oké. Even kijken. Wat gaan we doen? We gaan even naar boven. Hier. Hoe eigenlijk? Ja, daarmee. Truckbus. The core relays we saw on the way here must have been cracked by all that destruction. This one's sealed up pretty tight. I doubt the DUP is gonna let you borrow their keys. You're probably gonna have to break them open. Oh, look, I just happen to have some mad new breaking skills. Oké, cool, dat was makkelijk. Oh nee, hij is niet dood. Ja, zie je, ik schiet best wel veel sneller, dat is wel cool. Oké, deze breken we even snel open, als het kan, of waar moet dat? Wacht. Ja, nee. Nou, oké, dat was niet de bedoeling. Oké, ik denk dat we in deze episode 1 of 2 van die sterretjes doen. En in de volgende episode kijken we verder welke abilities we krijgen.
Ja. Kijken welke ability we krijgen. Ik ben best wel benieuwd. Oh, cool. Oh, nice. Oké. Oh, this is going to be below. Dus. Press. Oh. Oké, dat was echt de verkeerde kant. Maar dat is nog steeds gelukt. Dat was zo powerful. Cool. Oké, we gaan snel naar de volgende. Dat was meer dan gaaf. Dat was echt heel cool. Waarom... worden alle mensen zo bang gemaakt dat ze... Wauw, dat is zo erg. Nou, we gaan snel naar de volgende ster. Het stomme van op geen capture card hebben is dat ik niet op pauze kan klikken en kan kijken hoe lang ik al opneem. En dat is wel, ja, lastig. Dat moet ik wel toegeven. Dus ja, dat is wel het lastige, ja. How do you figure that? Well, because one person can move around faster, lighter, quieter. Plus it'll make him underestimate you. Ja, dat klopt wel. Hey, hij is slim. nee, smoke hebben we nu niet nodig. Waar is het? Oké, daar gaan we dan, mensen. Boom! Lekker. Oké, daar gaan we. Volgende. Oh, dat is super cool. Die van net, die komt goed van pas. Wow. Oké, so that way is not an option. It's better work. R1. Oh. That was awesome. It freaking worked. It freaking works, ja. Oké, kijk of we nu nog snel naar de volgende kunnen. Ik denk het wel. Oh, heavy ammo. We hebben nu 2 bommen. Dus we moeten nu telkens nieuwe laden met smoke. Om nieuwe te krijgen. Nou, ik wil nog snel even naar de volgende toe. En dan is deze episode ook alweer afgelopen. Ik hoop dat dat kan. Ik weet niet precies hoe lang de episode nu is door dat gevecht. Maar ik denk dat het wel moet lukken. Wow, die toren is groot. Wel, de graphics zijn echt perfect. Dat moet ik wel toegeven. Ik heb ook echt heel erg zin in Last of Us. Die ga ik ook zo meteen opnemen. Wow, ze zien me niet. Ah! I gotta tell you, man. Think at the rate I'm going with the powers thing, I'm like one, maybe two away from storming her castle. Ik moet nog steeds ook echt gewoon bellen dat ik door al die hacker kan. Dat is zo leuk. Maar ik ben er al. Right, so you're thinking one more is not gonna do it. Reg, man, you should see this place. Completely deserted, no ferries going in or out. Hey kijkers, er is net iets gebeurd, het opnemen is zomaar gestopt. Heel erg raar. Ik weet niet echt wat er is gebeurd. Kijken of we die kunnen raken. Oh. Nou, het opnemen is dus zomaar gestopt. En ja, dat is niet echt leuk. Ja, best wel jammer. Oh, kom op, kunnen we die raken? Hij is wel sterk. That was awesome! Die hebben we. Oké, zoals je ziet, het opnemen is zomaar gestopt. We zijn op een heel ander moment en dat is super raar. Maar het opnemen is dus, ja, gestopt. Zoals ik al 3 keer zei. Oké, wat er dus even gebeurde nadat we die box hadden gepakt. Want ik heb, toen het opnemen was gestopt, heb ik die box gepakt. En ik dacht dus dat de episode doorging. Maar het was dus gestopt. We hebben een nieuwe power unlock, dat is dit. Dat is een soort van granaat, kijk maar. Super cool. Krijg ik eigenlijk damage als ik erin sta? Nee, niet eens. Nou, zoals je ziet. Het soort van granaten, dat is echt super vet. Maar, toen ik hier was, kreeg ik een belletje van Reggie. Hij belde mij dat er op deze toren ook iets was. Deze toren. Dus daar gaan we de volgende episode op. En kijken wat daar is. Zoals je ziet is het sterretje daar ook ongeveer. Tenminste, dat wordt echt super vet. Ja, daar heb ik wel zin in. Oh, vet cool, een soort van vuurwerk. Oh,
dat is misschien eigenlijk niet zo veilig. Maar oké, ja, sorry dat dat stukje er dus niet is. Maar heel veel hebben jullie niet gemist. Hij belde en hij zei, er is iets dus op deze... Oh, dat is... Oh nee, civilian killed. Oh nee. Oeps. Oeps. Op deze toren zit dus iets en dat gaan we dus bekijken in de volgende episode. Echt heel raar dat het niet is opgenomen. Maar ja. Heel erg bedankt voor het kijken naar XBA Game. Hopelijk vonden jullie het leuk. Like en subscribe. En tot de volgende episode van Infamous Second Son.